Sjaak Herp, bekend van hits als Manuela, overweegt binnen enkele jaren een einde te maken aan zijn podiumcarrière. De bijna 78-jarige zanger vertelt aan Party Magazine dat hij serieus nadenkt over een afscheidsconcert over twee jaar, wanneer hij de leeftijd van 80 bereikt. Met meer dan 54 jaar ervaring in de muziekindustrie voelt Sjaak dat het tijd is om een stap terug te doen. Hij streeft ernaar om tot aan zijn 80ste verjaardag nog sporadisch op te treden, maar hij is vastbesloten om niet te lang door te gaan. Hij wil liever zelf de regie houden over zijn afscheid en niet het risico lopen dat anderen denken dat hij te lang doorgaat. Naast zijn plannen voor een afscheidsconcert heeft Jacques ook het idee geopperd om zijn laatste album uit te brengen wanneer hij de 80 bereikt. Zijn platenmaatschappij Berg Music heeft hiermee ingestemd, wat hem een gevoel van voldoening geeft. De zanger kijkt uit naar zijn pensioen en wil de rest van zijn leven ten volle benutten om te genieten van de mooie momenten. Ondanks zijn recente gezondheidsproblemen, zoals een longontsteking vorig jaar in Turkije, blijft Sjaak optimistisch en vol energie. Met de steun van zijn vrouw en zijn vastberadenheid om weer fit te worden, staat hij klaar voor wat de toekomst hem ook mag brengen. Sjaak Herp is zich bewust van zijn gezondheidsproblemen, waaronder chronische bronchitis en terugkerende longontstekingen. Deze uitdagingen hebben hem echter niet weerhouden van het nastreven van zijn passie voor muziek gedurende meer dan een halve eeuw.